Lekker, laat me gaan. Lekker, Dave. Ziet er goed uit, hè? Hey. Ja. Oh, zullen we daar eens wat stekere schoudertjes op plakken? Ja, beetje bulletproof schouders. Ja, lekker. Ah, top, man. Hey, ik heb hier nog wat hangen. Ja, dat is even. We gaan 7 oefeningen doen. Die 7 oefeningen. Het eerste wat we gaan doen is een row. Dus je mag die dikke elastiek even vastpakken. 3 handbreedtes aan elkaar. Vanaf daar. Wat je gaat doen. Ik wil dat je hem zo hoog naar boven trekt met je ellebogen. Zodat jij je nek nog steeds mooi vrij kan houden. Ribbetjes naar beneden. Juist, keurig. 2 seconden vast en weer terug. Langzaam weg. 2 seconden vast en weer terug. Dus denk aan nek mooi. Netjes vrij. Lange nek. Spanning onderin je schouders. Yes. En ontspan. Gaan we gelijk door. Mag je even een armlengte weg komen staan. Van het rek. Pak het bandje vast. Mooi breed uit elkaar. Juist, heerlijk. Mooi duwtje ervan maken. Vanaf daar. Zelfde weer. Schouders mooi vrij. Trek die handen naar achter. Pinkje die leiden die beweging. 2 seconden vast en weer terug. Keurig. Hou vast. Yes. Billetjes aanspannen. Buikspieren aanspannen. En ontspan. Gaan we gelijk naar nummertje 3. Dan mag je die dikke elastiek weer verpakken. Nou, als je hem weer vast hebt, dezelfde breedte als waar we mee begonnen zijn, mag je een klein stapje naar achter zetten. En denk even aan je deadlift zetten. Dus billetjes naar achter. Kijk naar de grond. Knieën liggen gebogen. Het eerste wat je gaat doen is je schouderhoek sluiten. Dus denk even pers een elleboog of pers een sinaasappeltje onder je oksel. Trek hem naar je knieën en weer terug. 2 seconden vast bij je knieën. Gaan we. En weer terug. Yes. Nog 1. En ontspan. Top. Lekker dan. Lekker. Heerlijk. Juist. En hoe vaak? Het begint al warm te worden. Wat je mag doen is elke oefening 8 keer. Je mag beginnen met die lichte zonder erin te stappen. Je mist er 1. Ontspan. Je mag even uitstappen. Oh. Godverdomme. Oh, piep. Ja, piep. 90-90. Oh ja, die. Je mag hem vastpakken. Het eerste wat je gaat doen is roei je ellebogen tot schouderhoogte. Op het moment dat je ellebogen op schouderhoogte zijn, go. Ja, dus willen je de ellebogen precies dezelfde plek houden. En dan komt je rug van je hand boven je hoofd langzaam weer terug. En naar beneden toe. Ellebogen omhoog, hou die schouder op dezelfde plek. En omhoog. En naar beneden. Keurig. Eindpositie weer even 2 seconden vasthouden. Top. En naar beneden. Ontspannen. Top. Yes, het eerste wat je mag doen is je mag die lichte elastiek vastpakken met je duimen naar beneden. Wanneer je je duimen naar beneden hebt, draai je handpalmen naar voren toe. Vanaf daar. Borst actief, buikspieren aanspannen. Handen tot aan voorhoofdhoogte, totdat die band verder, totdat de band bij je schouder komt. En rustig naar beneden. Yes. En dan gaan we weer omhoog. Schouderblad draait mooi mee. Hou hem daar 2 seconden vast. En rustig naar beneden. Yes, nog 1. Keurig, hou vast. En langzaam naar beneden. Dan mag je dat zware elastiek even vastpakken. Yes, hou hem voor je. Elastiek komt halverwege je bovenarm. Vanaf daar. Press je hem naar boven toe, zodat het elastiek in dezelfde richting blijft. Juist, keurig. Nu komen je schouderbladen erachteraan. Dus duw iets verder weg. Dan eerst weer terug met het schouderblad. En elleboog weer naar achter. Yes. Press. Plus. Langzaam terug. En kom terug naar het midden. Laatste. Press. En plus. Yes. Top. Mag je er rustig uitstappen. En de lichte elastiek pakken. Onder. Onder. Yes. Dan mag je hem weer ongeveer 3 handen uit elkaar vastpakken. Lichtelijk beetje spanning op die elastiek. Vanaf daar. Schouderbladen vastzetten. Dan breng je hem tot boven je hoofd, zo ver als jij kan. Ja, dus 2 seconden vast. En weer rustig terug. Yes, maak hem af. En weer rustig terug. Laatste. En weer rustig terug. Yes, top. Doe eens kijken. Oké, man. Als je dit nou doet voor je gaat trainen, achterhalingen, alle oefeningen achter elkaar. Ja. Dan gaan die pull-ups straks een hoop beter. Lekker zeg. Schrijf je in. Papa, hij is nog mooier.